1, 2. Waaah! Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Op dit moment film ik weer met mijn oude lens, waar ik altijd mee filmde. Omdat ik nu raak ik zeg maar de camera aan, dicht bij mijn camera zit. En dan is het geluid gewoon normaal. Mijn geluid was altijd goed totdat ik een nieuwe lens kreeg. Die is heel erg mooi, maar ik heb daar geen goede audio voor. Dus ik ga lekker met... Ik zit net niet lekker. Ik ga lekker met deze lens filmen. Helemaal prima. Vandaag heb ik een AliExpress Squishy Haul. Ik zag dit een tijdje geleden bij Bunny. Van, hey everyone, it's Bunny. En toen vond ik dat zo satisfying om naar te kijken. Dat ik dacht, ik ga ze op Ali bestellen. Squishies zijn dus van de, ja, soort van stressballen. Maar het leukste zijn de slow risings. En die knijp je dus in en dan gaan ze heel langzaam. Zo. Ik heb de pakjes vast opengemaakt, maar ik heb ze nog niet bekeken. En er zit één hele grote bij. Er zijn er niet zo heel erg veel, maar ik vond het super leuk om te doen. Ik heb ze nu al denk ik 2 maanden binnen en ik wachtte nog op wat andere. Maar die komen maar niet. Dus ik dacht, ik doe het gewoon hiermee. Dus heb je zin in deze video, geef een duimpje omhoog. En als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren. Het is niet iets wat ik heel vaak doe, squishies. Maar ik maak wel vaker AliExpress video's. In de beschrijving zal ik de linkjes zetten. En dan gaan we nu gewoon lekker beginnen. Even kijken. Dit is de eerste. Hij is super schattig. Echt super schattig, maar wel heel klein. Ik heb dus gezocht op squishy slow rising. Maar het zijn allemaal hele goedkope. Er zit 1 grote bij. En het grappige daarbij was dat hij maar 9 cent kostte ofzo. Dus ik denk dat dat een foutje was. Op dat moment. Oké. Dit moet je er denk ik even uithalen. Dat was denk ik een foutje. Dus ik denk dat hij normaal wat duurder is. Ik ben benieuwd. Hij is zo cute. Komt ie. Sorry dat mijn nagels niet perfect gelakt zijn. Nou. Oké, hij gaat wel snel. Maar hij heeft zeker wel... Oh, dat vind ik heerlijk om naar te kijken. Hij rijst wel echt, zeg maar. Het lijkt wel echt een deegballetje die... Wee! Oh, deze is heerlijk. Ik zou dit inderdaad zo aan mijn autosleutel of zo hangen. En het zwarte erop is net zoals bij een plak tattoo. Ligt er zeg maar echt op. Maar kijk, het ziet er wel oké uit. Het is niet gescheurd of iets. Ik ga even kijken of ik dit touwtje er doorheen kan krijgen. Vroeger deed je dit altijd aan je telefoon. Oh, dom. Je moet volgens mij het clipje. Ja, het clipje hier door. En dan kun je dus inderdaad aan je telefoon of aan je sleutelbos of zo. Cute. Heerlijk. Deze vind ik nu al helemaal leuk. Naar de volgende. Dit is weer een kleintje. Oh, dat is een beetje een vergelijkbare. Kijk. Dat is deze. Donut. Oh, laat even weten in de comments of je dit leuk vindt. Ik vind het dus heerlijk om naar te kijken. En ook heerlijk om uit te pakken. Het is super nutteloos, maar... Hoewel, helemaal nutteloos vind ik het niet. Want voor kinderen die concentratieproblemen hebben, zoals ik ook, heb je natuurlijk de fidget spinners en zo. Maar is dit ook heerlijk. Want het eerste wat ik zie is dat de sprinkles een beetje los zitten. Kijk, er vallen er al een paar af. Die trekt ze er zo af. Maar het ziet er wel schattig uit. Het lijkt alsof dit van dezelfde maker is. Het is heel erg hetzelfde. Kijk, dit is hem. Nou, dan zal hij waarschijnlijk... Ik had trouwens mijn nagel gescheurd. Door die sprinkles weet ik niet of die echt lekker gaat. Die gaat nog sneller lijkt het wel, hè? Nee, deze vind ik minder. Dit is echt zo ASMR. Now I'm going to squish my squishy. It's not super slow rising. Do you hear the sprinkles? Ik vind het lijkt me best leuk om een keer ASMR te maken, maar ik vind het ook een beetje gek. Nou, deze vind ik echt minder, want die ander... Kijken. Ja, duidelijk verschil. Deze is goed. Deze is leuk. Oké. Dit is ook een kleine, maar dit is een hele rare. Dit zit in een doosje. En ik weet dus niet of dit echt een squishy is. Het is hier een soort van jelly of zo. Wat is dit? Dit is geen squish. Wat is dit? Kijk nou. Huh? Oh. Dit is echt geen squishy. Dit is leuk. Zou die... Ik ben altijd iemand die dan wil kijken van... Zou die kapot gaan als ik verder trek?
Wauw. Oh, maar dit gaat waarschijnlijk als er stof op komt, wordt hij helemaal vies. Dit is zo ongelooflijk schattig. Zien jullie op Facebook, als je Facebook hebt? Ik kreeg vandaag weer zo'n filmpje. En dan heb je telefoonhoesjes met dit soort dingetjes erop. En dan van die katten zeggen ze, kijk, you can rub the belly. Dat is exact dit. Als je weet wat ik bedoel, laat het me weten. Oh, dit kan je zeker ook op het raam, mag ik zeggen. Maar ik plak het ook gewoon op de muur. Oké. Dit vind ik heel leuk. Als je weet wat... Pay attention to. 3 years of age. Oké. Verder staat er helemaal niks bij. Dus weet jij wat het precies is? Misschien is het wel helemaal niks. Laat het even weten. Nog een pakketje. Hé. Hey, dit is dezelfde. Huh? Soms geven verkopers er twee. Maar volgens mij is het niet exact dezelfde. Ik ga eerst even dat clipje. Erin doen. Dit is de nieuwe en dit was die vorige. Oké, dit is precies hetzelfde. Maar volgens mij wel van een andere verkoper. En deze zijn heel lekker. Deze zijn echt heel lekker. Ze zijn niet heel slow, maar ze hebben wel echt dat rising effect. Nee, je zou het echt in slow motion willen doen, zeg maar. Dat hoort niet. Maar ze zijn wel, ze blijven leuk. Die donut is niet echt leuk. Kijk nou. Heerlijk, jongens. Heerlijk. Oké. Dit is volgens mij een best wel grote. Oh, wow, deze herinner ik me niet eens. Deze is serieus heel erg groot, maar hij ziet er niet goed uit. Soms kun je al een beetje zien van, Hij lijkt me niet heel erg slow rising. Hier zie je wel echt de printer op liggen en het ziet er heel neppig uit. Ik vind dit ook niet per se super leuk als ik hem zo zie. Ik hou zelf ook meer van die kleintjes, maar ik vond het wel heel erg leuk om ook een grote... Oké, komt ie jongens. Iets sneller gaat hij denk ik dan die witte en weer iets langzamer dan die donut, maar... Ja, of noem je dit? Dit noem je niet slow rising. Ruik naar brood. Nee, ik denk dat het toeval is. Nee. Nou, deze vind ik niet zo heel erg leuk. Nee. Ik denk dat ik wel trouwens nu dit gewoon in mijn klas ga leggen straks in groep 3. Leuk, gewoon voor kids. Weet je, ben je boos, ben je zenuwachtig, knijp er maar in. Dus dat vind ik wel gewoon leuk om te bewaren. Maar ik vind deze net zo slecht als die donut eigenlijk. Deze zit er gewoon nog steeds. Ik heb er nog maar 2 of 3. Deze ziet er wel goed uit. Oh, kijk nou. Het stickertje zat vastgeplakt. En daardoor trek ik zo heel die huid. Het bovenste laagje trek ik eraf. En daardoor kun je gewoon de binnenkant van de squishy zien. Dus dat betekent dat er zelfs dat witte is, dus echt een laagje wat erop zit. En hier zit ook zo'n gaatje voor een touwtje. Maar het touwtje zit er niet bij. Wat denken jullie? Gaat deze goed zijn of niet? Ik ga een poll doen. Komt ie. Ze zijn wel heel schattig. Nou, ook niet hè? Nee, deze blijven nog steeds het beste. Nee. Nee. Hier heb je iets. Nee, het is hetzelfde. Kijk, het voelt wel lekker hoor. Het voelt zeker lekker, maar het is niet wat ik wilde. Nee, het is niet wat je wil. Oké, dan heb ik nog een klein, een middelmatige en een best grote taart. Dat werkt voor het einde. Deze nog. Heel erg schattig. Ik denk dat ik dit gewoon echt het leukste vind. Zo, het plakt wel heel goed. Heerlijk. Hoe heet dit? Want dat ene, dit heet de squishies, maar hoe zou dit heten? Weet je het? Laat het me even weten. Deze. Er zit er weer geen touwtje bij. Komt ie. Oh, het voelt heel goed. Ja, beter al. Ook niet echt van wauw, maar... Komt ie. Ik weet niet of dit... Is het even goed? Ja, hetzelfde.
Nou, deze is nog steeds wel iets langzamer. Maar beter dan... Ja. Oh, het is wel echt veel beter. Ja, dit is... Mocht je een expert zijn... Dit is denk ik niet slow rising. Maar, nou, ik vind het wel oké hoor. Ik krijg best wel pijn in mijn handen inmiddels. Ja, hij is oké. Hij is oké. En nu deze. Deze is echt heel groot. Ik verwacht hier ook veel van. Oh, al die sprinkles vallen eraf. Laten we weer de sprinkles aanraken. De sprinkles vallen eraf. Oh nee, je moet niet fluisteren. De sprinkles vallen eraf. Nee, ik weet het niet. Oké. Okay. Oh, hij voelt zo goed. Het voelt alsof je door scheerschuim gaat met je handen. En deze ruikt naar taart. Ik meen het. Volgens mij zit er geur aan. Ja. Deze ruikt echt zoet. Kan dat? Oh, oeps. Er zit nu een beetje lippenstift op. Nou, komt ie jongens. Oh, ik ga hem zo fijn als het kan. 1. 2. Wow! Ja, deze is echt slow rising. Wauw, kijk. Dit is slow rising. Die sprinkles zijn niet heel erg een toevoeging. Komt hier nog een keer. 1, 2. Wow. Zo langzaam. Nog steeds, hè? Je kunt het zien aan die streepjes. Wauw. Het voelt lekker. Kijk dan. Het voelt echt heel lekker. Deze is goed. Maar ja, ga je zo... Ik vind die sprinkles wel storend hoor, moet ik zeggen. Ik vind het echt een beetje storend. Het is ook niet zo lekker zacht. Deze is het beste. 100%. Hij is ook het duurste. Nou, ik heb hier het minst voor betaald. Ik heb hier 9 cent voor betaald. Maar ik denk dat deze zeker wel 6, 7, misschien wel meer is. Dit voelt ook anders. Dit voelt wat... Wow, dit is nu echt ineens helemaal niet slow. Moet je nagaan die andere. Dit voelt zo zacht. Als ik mijn ogen dicht doe, ik zou nooit denken dit is een squishy. Dit voelt echt alsof je door wolken gaat of zo. Heerlijk. Heel lekker. Nou, ik vond het echt super leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Deze blijft echt heel erg schattig. Ik vond het super leuk. Vonden jullie het leuk? Laat het me weten. Wil je nog een squishy haul zien? Of gewoon überhaupt een AliExpress video? Doe even een duimpje omhoog dan. En ja, vergeet niet te abonneren als je nieuw was. Ik ben blij dat het geluid waarschijnlijk weer beter was. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zaterdag om 9 uur weer met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Nog één keer. Doei!